Cultuur leeft in Stichtsevecht. Cultuur leeft in Stichtsevecht. Naast voorstellingen, concerten, poëzieavonden of kunstrondes zijn er natuurlijk ook tentoonstellingen en te bezoeken historische gebouwen. In deze aflevering neem ik u mee naar de 5 musea die Stichtsevecht rijk is. Ieder met een eigen collectie, een eigen verhaal, een eigen bijzonder gebouw en wat ze allemaal gemeen hebben, ze zijn allemaal op fietsafstand van elkaar. Streekmuseum Vredegoed aan de Heuvellaan in Oud-Maarseveen is 7 jaar geleden ontstaan uit de enorme collectie attributen van het boerenleven en de lokale ambachten, bijeenverzameld door voormalige postbode Theo Schouten. 50 vrijwilligers hebben in en rond de voormalige stal van de boerderij van Bert van Tol een prachtig museum gemaakt, waar voor jong en oud heel wat te genieten en te leren valt over het boerenleven, de natuur en hoe men hier rond 1900 leefde en werkte. Meneer Schouten, mag ik heel even storen? U bent aan het schilderen, maar u bent de grondlegger eigenlijk van dit museum. Hoe bent u aan die collectie gekomen? Wat was uw idee? De collectie, ik ben aan gekomen doordat ik was 40 jaar postbode. En ik kwam bij mensen altijd over de vloer heen. En ik zag er dingen staan die ik best wel leuk vond. Want ik was bezeten van alle oude dingen die er bestonden nog. En om dat te bewaren. En ik had het thuis, waar ik woonde, in mijn garage, had ik mijn museum toen. En ik heb het steeds ben ik aan het vragen gebleven of ik het mocht hebben. Niet gelijk eerst er naartoe gewerkt en dan op een gegeven moment mijn slag slaan, zeg ik dan wel eens. En zo is het gekomen dat ik alle spul hier neergezet of thuis. Maar toen ging ik verhuizen en toen moest ik het kwijt. Nou, toen ben ik hier met mensen aan het lobbyen gegaan. En we hebben deze boerderij gevonden om het hier neer te zetten. En we hebben er een stichting van gemaakt en daar ondergebracht. En als ik nou ziet hoeveel mensen daar plezier van hebben, onvoorstelbaar. René, jij bent bestuurslid van het Museum Vredegoed. We staan hier ook in het boerderijgedeelte. Waar is het museum op gebaseerd? Wat willen de mensen bieden? Nou, de laatste tijd heel veel. We zijn natuurlijk begonnen als museum, dus de cultuurbelevering is vanaf dag 1 geweest. En sinds vorig jaar zit er ook een natuurbeleving bij. En boerderijbeleving zoals jullie hier zien, allemaal lammetjes. De mogelijkheid die we daarin hebben is ook nog dat we een uilenkast hebben hangen ergens op het erf en een torenvalkenkast waarin dit jaar 6 jonge torenvalkjes zijn uitgevlogen. En dat kunt u allemaal volgen via of de tv binnen bij ons in het museum, wat ik zeker zou aanraden, of via de website. Want er zit een camera in de uilenkast, hè? Ja, in beide kasten zit een camera en dat kunt u gewoon 24/7 kunt u dat volgen. Sinds kort starten er ook 2 wandelpaden vanaf Vredegoed. Het Vredevoetpad en het Zoddenpad. Door hier te lopen ervaart u het verhaal van de vervelingsgeschiedenis van dit gebied live. In 3D. U gaat over de tijdelijke tentoonstelling. Wat kunnen de mensen binnenkort verwachten hier in de expositieruimte van Vredegoed? Deze expositie wordt dus eigenlijk vanmiddag of morgen geopend. Dus, en die duurt tot 17 december. En er zijn werken te zien van het KAP-project Loosdrecht. Dat is een cursusproject, neem ik aan. Cursusproject Loosdrecht. En daar zijn allerlei, of vele mensen die dus schilderen. Ook andere dingen doen, maar het gaat in dit geval over schilderen. En dus die werken die worden hier dus nu tentoongesteld. Want er zijn, ik geloof, 50 vrijwilligers actief in het museum op het moment? Zeker weten, ja, 50, ja. En elke week bent u met z'n allen hier aan het klussen, aan het schilderen, aan het opknappen? Ja, we zijn hier met heel veel mensen vrij. Dinsdagmorgens altijd aan het werken. En het is heerlijk met elkaar. Lekker even elkaar de mantel uitvegen natuurlijk. Dat moet ook even gebeuren, hè. En dat is heerlijk gewoon, ja. De parel van onze gemeente met nationale uitstraling is Kasteelmuseum Slot Zuilen in Oud-Zuilen. Het van oorsprong 13e eeuwse kasteel is in later eeuwen uitgebreid en halverwege de 18e eeuw verbouwd tot geriefelijke buitenplaats. Hier woonde toen Belle van Zuilen, de beroemde vooruitstrevende schrijfster uit de tijd van de verlichting. Wie hier binnenstapt, waant zich terug in deze gouden tijden van de buitenplaatsen aan de Vecht. Lucille, we staan hier voor Slot Zuilen. Het kasteelmuseum, wat al meer dan 300 jaar in bezit is van jouw familie. Jij hebt dus ook als klein kind rondgedarteld door de kamers. Wat kunnen mensen verwachten als zij dit prachtige museum bezoeken?
Ik moet dan wel zeggen dat het wel in bezit is geweest, maar dat is een ruim 65 jaar geleden is het stichting geworden. Dus toen is het ondergebracht in een stichting om ervoor te zorgen dat de mensen zuilen kunnen bezoeken. En dat er ook een collectie is die er altijd gehoord heeft en in het huis hoort. Eigenlijk is de bedoeling dat je een soort van gevoel krijgt van dat je hier een beetje je thuis kunt voelen. De huiselijkheid erin. Maar ook kan zien van zo hebben mensen hier gewoond en geleefd. En het is niet echt een museum. Dat is niet de bedoeling ervan in ieder geval. Dat je het idee hebt van oké, zo werd er gespeeld. Ik vind het altijd leuk om te vertellen. Voor mij was het een huis. Ik praat ook niet over een slot of een museum, maar altijd over het grote huis. En daar kon je ja, in alle verdiepingen van de kelder tot boven spelen. En het leukste is natuurlijk van rolschaatsen in de bovengangen, van de trappen afrollen zoals je dat, of glijden zoals dat ook in andere huizen gebeurde. En ja, het was eigenlijk heel gewoon om er rond te lopen, dus het was niks bijzonders. En ik hoop eigenlijk dat mensen dus dat ook nog kunnen voelen en merken van, dit is gewoon een woonhuis eigenlijk, een bewoond huis. Het is ingericht met prachtig antiek, met kunst. Belle van Zuylen heeft hier natuurlijk gewoond. Dat verhaal wordt verteld. Je hebt heel veel hele goede gidsen die het verhaal vertellen. Maar het park om het kasteel heen is ook natuurlijk fantastisch de moeite waard. Dat is ook aparte bezoek. Hè? Dat wordt onderhouden ook door vrijwilligers voor een groot deel. De gidsen zijn voor een groot deel ook vrijwilligers. Dus net als andere verenigingen, musea in Stichtsevecht, het draait voor een heel groot deel op vrijwilligers. Hè? Hoeveel heb je hier werkzaam? Minstens 100 en zijn er eigenlijk meer dan 100 zelfs. Want wij kunnen niet zonder vrijwilligers. Want je hebt dus, je noemde zelf net al, maar je hebt de gidsen, dat zijn vrijwilligers. De tuinvrijwilligers hebben we, die zowel de tuin en voor de moestuin en voor de directe omgeving, dat moet ook allemaal bijgehouden worden. Dan heb je de mensen die meewerken in de horeca. Want we hebben tegenwoordig natuurlijk het museumcafé 3 jaar geleden geopend, waar je gewoon even, om als je bezoek brengt, ook nog even wat kunt eten en de producten van eigen bodem. Dat is heel belangrijk voor ons. Dan de mensen die gastvrouw zijn bij allerlei gebeurtenissen of gastheer. We hebben de winkel. Daar loopt iedereen eigenlijk als eerste in. Want daar moet je ook je kaartje kopen om hier binnen te komen. Ik wil even afsluiten met nog ook te zeggen eigenlijk aan mensen, maar dat vind ik ook zo bijzonder hoe actief jullie zijn met organiseren van evenementen. Tuindiner, van die leuke streekproductenmarkten, je kan hier huwelijken sluiten, diners geven. Het is eigenlijk een heel bijzondere plek in onze gemeente met eeuwen oude roots, waar men inderdaad kan beleven, kan genieten. En ik vind het fantastisch hoe jij dat als voorzitter van het stichtingsbestuur doet met jouw bestuur, maar natuurlijk met name ook alle vrijwilligers. En ik hoop dat dit mensen inspireert om gauw een kijkje te komen nemen. Ontzettend veel dank voor jouw informatie. Nou, ja. Ik hoop dat het inderdaad veel bezoekers oplevert en dat ze ervan kunnen genieten, want dat is het belangrijkste. Aan de oever van de Vecht, in het voormalige buitenplaatsje Zilverstein, naast Goudenstein en het gemeentekantoor, ligt het Vechtstreekmuseum. In 1994 begonnen als Museum Maarsen en na de fusie van Maarsen, Breukelen en Loenen tot Stichtse Vecht, omgedoopt tot Vechtstreekmuseum. Onlangs is het museum geheel verbouwd en dubbel zo groot geworden, na het vertrek van het Drogisterijmuseum uit de helft van dit gebouw. Zeer te betreuren overigens. Een mooie plek om de geschiedenis van onze prachtige gemeente te beleven. Roosie, we staan hier voor het Vechtstreekmuseum onder de schaduw van Goudenstein. Jij bent bestuurslid. Vertel, wat kunnen mensen verwachten als ze hier op bezoek komen? Nou, wij proberen de geschiedenis van de buitenplaatsen hier zo goed mogelijk te vertellen. En we hebben daarvoor heel veel prachtige maquettes, maar ook heel veel materiaal om dat aan de bezoekers te laten zien. Zoals schilderijen? Archeologische opgravingen zou ik zelfs nog zitten. Jullie doen ook, je hebt ook tijdelijke exposities. We hebben nu Van der Hulst, tot? Ja, die gaat nog lopen tot ongeveer 6 januari. Want we hebben namelijk, nee iets langer nog, tot half januari. Want we hebben namelijk dan nog een kleine tijdelijke tentoonstelling. Omdat hier straks de ijsbaan komt. Dan willen we iets doen over schaatsen. Ook in de geschiedenis, zeg maar, wat er allemaal gebeurd is. De hele historie van ijspret enzovoort. Nou, op deze platte grond is heel prachtig te zien.
hoeveel buitenplaatsen zich langs de Vecht en ook de Angstel bevinden. De groen gekleurde zijn degenen die allemaal nog bestaan. Helaas van de 200 nu nog maar een stuk of 60. De rode zijn allemaal verdwenen. En de gele, dat zijn de kastelen en de ridderhofsteden, waarvan er ook helaas een aantal verloren zijn gegaan. Jullie draaien geheel op vrijwilligers. Er zit hier geen betaalde kracht in het museum. Hoeveel mensen werken hier aan alles mee? Wij hebben nu op dit moment ruim 60 vrijwilligers. 5 bestuursleden. We zijn naastig op zoek naar meer bestuursleden, maar helaas moeilijk te vinden. Jij bent zelf, weet ik, heel actief bij jeugdeducatie. Natuurlijk ontzettend belangrijk om kinderen al bekend te laten worden met de historie van deze streek, met buitenplaatsen. Wat doe je met de kinderen? Nou, we hebben al ruim 10 jaar zeg maar een heel mooi educatieproject en dat heet ook Buitenplaatsen aan de Vecht. Daarvoor hebben we kleding laten maken, echt historische kleding, waarin we zowel een jongen als een meisje dus eerst helemaal in historische kleding hullen. Dat is altijd een hoogtepunt eigenlijk van het bezoek. Nou, en daarna gaan ze dan met wat opdrachtjes door het museum heen, maar we laten ze vooral het buitenplaatsengevoel beleven. Want ook hier buiten natuurlijk, rondom Goudenstein, in het prachtige park, de hekken, het botenhuisje enzovoort, is allemaal nog te zien. En nou, dat is voor de kinderen dus heel erg belangrijk om dat zo te ervaren. Jullie hebben ook een VVV-functie sinds kort. Mensen die met de boot hier aanleggen kunnen hier douchen, naar de wc. Dus het is eigenlijk een soort multifunctioneel toeristisch centrum ook geworden. Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen te verwachten? Nou, ja, wij willen eigenlijk onze vaste tentoonstelling verder uitbreiden. Want we zitten nu vaak met tijdelijke tentoonstellingen die wel over natuurlijk kunstenaars uit de Vechtstreek gaan. Zoals op dit moment dus van de Huls tentoonstelling. Maar we vinden eigenlijk dat we meer moeten laten zien. Want alle zeg maar spullen van de oudheidkamer en ook met de historische kring werken we heel nauw samen om te proberen om zo breed mogelijk beeld te geven van wat er allemaal in deze historie, in dit prachtige gebied is gebeurd. Ja. Nou, we houden de ontwikkeling in de gaten. En ik weet zeker dat mensen die nog nooit geweest zijn nu getriggerd worden om te komen. En ik hoop dat jullie heel veel nieuwe bezoekers krijgen. Dankjewel, Rosie. Het Healy Museum in Vreeland is de jongste lood aan de museumtak van Stichtse Vecht. Het enige Healy Museum ter wereld is gevestigd in het Polocentrum Groot Kantwijk en laat een prachtige collectie Austin Healy zien. De roemruchte sportwagen waarvan het eerste exemplaar in 1945 door de Donald Healy Motor Company gemaakt werd. Ik spreek met Hans van der Kerkhof over dit museum, waar een grote collectie van deze bijzondere auto's te zien is, maar ook ontwerptekeningen, archiefmateriaal en van alles uit de rijke geschiedenis van dit roemruchte automerk. Hans, we staan in het Healy Museum, eigenlijk jouw Healy Museum. Wat is precies jouw taak hier? Mijn taak is oprichter, curator, koffiezetter, opruimer, poetsen. Eigenlijk alles wat nodig is in een museum. En wat zien de mensen als ze hier komen? De mensen zien hier eigenlijk Healy's, Austin Healy's. Eigenlijk alles wat met dat merk en Donald Healy te maken heeft. We staan hier bij een Austin Healy 100. Een van de allereerste, of het allereerste model. 1952 ging Donald Healy naar de Earlsport Motor Show. En daar werd die auto gepresenteerd. En dit is dus de allereerste Healy 100. 100 stond voor 100 mijl per uur. Dat was toen de tijd een snelheid die voor de gewone man bijna niet betaalbaar was. Ik was 18 jaar toen ben ik begonnen. En eigenlijk met dingen bewaren. En als je maar dingen lang genoeg bewaart, dan heb je op een gegeven moment een collectie. Nou ja, hier staan we bij een van de meest onbekende Healy's, de Healy 4000. Ook het laatste model wat gemaakt werd. Hier zit een Rolls-Royce 4 liter motor in. De motor was eigenlijk te groot voor de auto. Wat doe je dan? Je zaagt hem in de lengte midden door. Je zet er 15 centimeter tussen en dan past de motor er wel in. Er zijn er ooit maar 3 van gemaakt en 1 staat er hier in het museum. Wat geweldig. Dus vandaar dit bobbeltje op de Ja. Wat grappig zeg.
En hier een klein barstje. De motor barst uit zijn voeg. Dat is een stukje historie, daarom laten we dat ook zo. Er werd ooit een grotere radiator ingepast en die was te groot. Dus dan doe je de motorkap dicht en dan heb je twee sterren. Oh, wat grappig. Het Healy Museum is niet echt een museum in de zin dat mensen dat denken, een museum. Je bent vrijdag, zaterdag, zondag alleen open. Ja. Maar men kan hier gewoon naar binnen? Ja, individuele bezoekers zijn welkom. Van vrijdag tot en met zondag, van 11 tot 5 uur. Maar we richten ons ook op de meer professionele ruimtes om te verhuren voor een gelegenheid, voor een receptie, voor een bedrijfspresentatie, productpresentatie. Ik zie hier ook nog een enorme collectie. Vertel hier even wat over. Ja, dit is een collectie alleen maar Healy-modelletjes alle miniaturen van 1 op 18, 1 op 43. Is de grootste collectie Healy miniaturen ter wereld die voor het publiek toegankelijk is. Er is nog één grotere collectie, maar die is in privéhanden. Nou, en hier starten ook rallies. Ik zie behoorlijk vaak hier zo'n rally voor mijn deur langs rijden. Ja. Super locatie natuurlijk voor classic cars. Ja, we hebben vrij regelmatig hebben we hier een start of finish, een koffiestop van allerlei soorten rallies en ritten. Half verscholen tussen de bomen, maar toch zichtbaar vanaf de A2, ligt het middeleeuwse kasteel Loenersloot. Gebouwd rond 1250 als donjon aan de oever van de Angstel en in later eeuwen verbouwd tot het prachtige gebouw dat nu met rondleidingen te bezichtigen is. Gidsen vertellen u over de roerige geschiedenis van het kasteel en haar bewoners, waarvan barones Van Nagel de laatste was. In 2011 is het beheer van het kasteel overgenomen door het Utrechts Landschap. Na een grondige restauratie van zowel het park als het kasteel wordt dit juweeltje niet voor niets op de site van het Utrechts Landschap het best bewaarde geheim van de Randstad genoemd. Rien, jij bent secretaris van de commissie Kasteel Loenersloot. Het prachtige kasteel waar we voor staan, dat op gezette tijden met een gids te bezoeken is. Het is dus geen opengesteld museum. Wat kunnen mensen hier verwachten en kan je iets vertellen over de geschiedenis van dit kasteel? De mensen kunnen hier een oud slot verwachten, wat helemaal nog in stijl is van de middeleeuwse kenmerken zitten er allemaal nog in. De kloostermoppen en dergelijke, de ophaalbrug, ja het is nu geen ophaalbrug meer, maar goed, prachtige toren. En het is helemaal ingericht in de 18e eeuwse stijl. En dat heeft te maken met de laatste grote verbouwing, tenminste in de 18e eeuw, onder Strik van Linschoten. Het park is ook aangelegd bij de grote verbouwing, eind 18e eeuw. Door een ontwerper, een meneer Van Laar, die heeft dat gedaan in Engelse landschapstijl. Dus als je in het park gaat kijken, dan zie je geen rechte paden, maar kronkelige paden. Je hebt er ook een hermitage waar een zwerver kan wonen. Hè. Of die er ooit gewoond heeft, geen idee. Maar oké, het is gerestaureerd 2 jaar geleden. En sindsdien is het opengesteld als natuurterrein. Je mag er dus vrij in, van 's morgens vroeg tot 's avonds een uur of 8. Bijzonder is dat er ook een grote verzameling vleermuizen huist. En die huizen met name in 4 bunkers die hier in 1939 gebouwd zijn. Stanne, jij bent ook bestuurslid en gids door het kasteel. We staan hier in de eetzaal met schitterende 18e eeuwse schilderingen. Was het ook nog steeds zo tijdens de laatste bewoonster, mevrouw Van Nagel? Ja, want die heeft niets veranderd aan het kasteel. Dus dit is puur 18e eeuwse inrichting die je hier ziet. En ook de wandbehangsels zijn 18e eeuw. En het is zo leuk dat wat je ziet, die dieren die erop ziet, die werden allemaal gegeten in die tijd. Toen is het kasteel net als Slot Zuilen eigenlijk verbouwd van grimmig verdedigingskasteel naar geriefelijke buitenplaats. Dat is hier ook gebeurd, hè? Ja, het was al niet zo lang meer een grimmig verdedigingsobject. Want het militaire dat was al een beetje op de achtergrond gekomen. Het werd verhuurd en verkocht en dergelijke. Maar het stond toen op dat moment stond het leeg, werd op de veiling aangeboden. En de meneer Strik van Linschoten vond het heel leuk om dit kasteel om te bouwen tot een zomerhuis. Net als de vechthuizen hier overal in de buurt. Als je hier ging eten, dan kon je dus die tafel die je daar ziet, die kon je dus uittrekken en dan kun je met 24 mensen minstens aan eten. En als de kasteelheer met name op de 18e eeuw die hier woonde wilde laten zien dat hij dus niet van de straat was, maar terwijl het een en ander had wat de moeite waard was om te bekijken, ja, dan kreeg je dus dit. Ja, fantastisch. Een zogenaamde pronkkast. En wat kan je daar zien?
Daar kan je een 18e eeuw servies zien. Dat bestaat uit Lozecs porselein. En ik weet niet wat de mensen weten van Lozecs porselein. Maar die fabriek die is opgericht door dominee Mol. Om voor werkverschaffing in die tijd in de 18e eeuw. Nou ja, dit is wat er nog van over is. Prachtig. En het ligt aan de Angstel, dat was natuurlijk ook de route van de trekschuit naar de Vecht toe. Dat heeft en ook een belangrijke strategische positie waarom het kasteel gebouwd is natuurlijk. We zien ook de slotgracht waar we over staan. Het is alleen op afspraak te bezoeken, hè? Met groepen. Ja, je moet reserveren. Je kan reserveren via de site van Utrechts Landschap of www.kasteelloenersloot.nl. Dat kan. En dan kan je erin. De komende weken is er weer van alles te doen in Stichtse Vecht. 17 september kunt u naar de Lichtjesavond in Slot Zuilen. En 1 oktober is daar trouwens de herfstmarkt, erg de moeite waard. Het Vechtstreekmuseum heeft vanaf 20 september nieuwe tentoonstelling erbij. Verkades, verrassende vechtstreek. Gaat u maar kijken wat het is. En ze organiseren op 23 september een rondleiding door het park van de normaal gesloten buitenplaats Vredenhof in Huursluis. En s'avonds op 23 september kunt u naar Lichtenvecht, naar cabaret van Erik Sauer. Dit en nog veel meer kunt u zien ook op de website van de VVV met de uitagenda van Stichtse Vecht. Heel veel plezier!